Baasjes en hun hulphond, Petra en Leni. Petra, 31 jaar, zit in een rolstoel. Leni helpt haar al 3 jaar. Als kind was ik gek op dieren. Mijn droom was dierenarts worden. Ik hield ook veel van sport, wandelen, zwemmen en paardrijden. Maar ik heb een spierziekte die altijd erger wordt. Ik kon niet meer sporten en ik kon geen dierenarts worden. Ik moest in een rolstoel zitten. Dat vond ik heel moeilijk en ik voelde me vaak depressief. Op een dag vertelde iemand me over een hulphond. Dat vond ik een goed idee. En een beetje later had ik Leni. Dankzij Leni heb ik weer energie en motivatie om leuke dingen te doen. Ze gaat met me mee naar de bioscoop of op restaurant. En ze gaat ook mee naar mijn werk. Ik heb nu een administratieve job. Leni maakt mij ook rustiger. Ik weet dat zij mij helpt en voor mij zorgt als er iets gebeurt. Vroeger was ik altijd boos omdat ik in een rolstoel zat. Ik probeerde altijd mijn handicap te verstoppen. Maar Leni veranderde mijn leven helemaal. Nu ben ik niet meer depressief, maar vind ik het leven weer leuk.